Frans Bauer heeft vandaag een pleidooi gehouden dat op de nationale radio en televisie verplicht 30% nationaal product moet komen. Is dat niet dan? Volgens hem niet. Ja, niet de radio zoals 538. Nee, die draaien hun eigen muziek natuurlijk. En die zeggen dan ook van, dan moet je maar doorschakelen op een andere waar ze Nederlands draaien. En dat gebeurt. Maar ja, ik denk dat het is natuurlijk wel mooi van Frans dat hij daarvoor streeft. En dat zou ik graag, dan zou ik graag naast hem willen komen staan. Om dat ook natuurlijk te zeggen van dat we meer Nederlandstalig op de radio moeten hebben. Maar ja, dan denk ik, dat krijgen we toch nooit gedaan volgens mij. Want die radio's die blijven toch hun eigen ding doen. En plus erbij, je hebt wat ik me ook heb laten vertellen. Dat je natuurlijk reclames hebt, reclameblokken. En reclameblokken die zijn eigenlijk wel een beetje baas. Wat er dan ook een beetje gedraaid wordt. Ja, dan moeten we met een vuist op tafel bij de Tweede Kamer. Misschien is dat wel wat. Ik heb dat toen voor Veronica ook gedaan. En toen dan Veronica, die moest weg. En daar heb ik een pleidooi voor gedaan. Dat ze moesten blijven voor het hele Nederlandse volk. Want Veronica was gewoon Veronica, de bekendste. Ja. Is er te weinig nationaal product op de radio of televisie? Op televisie zeer zeker. Ja, kijk, en radio is natuurlijk dat je gaat beperken daarin. Dat je dat natuurlijk regionaal gaat bekijken. En er zijn heel veel regionale radio's die ons allemaal draaien. Het is alleen in Hilversum niet. Het is altijd nodig, absoluut. Absoluut is het nodig, ja.